Hey Waterman, welkom bij jullie horoscoopreading. Dit is een tijdloze algemene reading. En ik ga kijken wat er door mag komen voor jullie. Wil je graag een persoonlijke reading? Dan kan je deze aanvragen via ladyoracle@gmail.com. Waterman. Wat mag er doorkomen voor jullie? Wauw, dit is wel heel mooi. Wat ik dus hier zie is dat je uit een gebrekssituatie aan het komen bent. Je bent aan het opkrabbelen. Dus de dood en wedergeboorte, hè, dus het oude laat je achter om geboorte te geven aan het nieuwe. En dat is overvloed aan een positiviteit. Dus je komt uit een gebrekssituatie, wat het ook voor jou mogen wezen, de gebrek. Dat kan van alles zijn natuurlijk. Maar je zit in de transitie nu, in de overgang. Okay, we hebben de lelies. En dat spreekt over vrede, innerlijke rust, sereniteit. Ja, want gebrek heeft je natuurlijk veel spanning gegeven, veel onzekerheid en er mag meer rust komen. Nou, je gaat dus in transitie. Ik heb hier de maskers, maar het voelt eigenlijk niet als de maskerkaart, maar meer die transitie, dat je door een bepaalde poort heen gaat. Het kan zijn dat anderen er niet zo mee eens zijn of niet zo blij zijn dat je deze keuze maakt door deze poort heen gaat. Je hebt het gevoel met deze kaart, hè, Anubis, dat is de begeleider, zeg maar, die de transitie begeleidt van dit leven naar het andere leven. Dus ik heb het gevoel dat je door een gids, het kan zijn Anubis, begeleid wordt, zeg maar, naar een andere fase van jouw leven. Dus overvloed, daarbij krijg ik het huis. Het kan zijn dat jij een transitie maakt naar een ander huis, bijvoorbeeld. Misschien zit je in een transitie van een huis. Misschien heb je in een heel gebrekkig huis gezeten. Hè, was je op zoek naar een ander huis, bijvoorbeeld, voor jezelf. Dus ja, ik zie een soort overgang in een huissituatie, misschien heb je in een bepaalde relatie gezeten en ga je daar vandaan vertrekken om op jezelf te wonen. Zoiets. En dan message of concern bij de zonkaart. Dus een bericht die toch wel zorgen baart. Misschien over dit huis, ik weet niet. We gaan dat wel zo verklaren. Poverty, gebrek. Ja, zeven van zwaarden. Poeh. Oh, nog een keer de zon, wauw. Nou, je gaat in ieder geval een hele mooie tijd tegemoet. Dat wel. Drie van bekers. Oh. Deze komt bij iedereen eruit, maar dit was niet de bedoeling dat hij eruit zou komen. Net zoals deze. Dit gaat niet goed. Dit is de vier van zwaarden. Oké. Dus ja, zeven van zwaarden met poverty. Dus ja, dit is de gebrekkaart, dit is de leugens en bedrog. Dus ja, je hebt in een soort. Hoe zeg ik dat netjes? In een bepaalde situatie gezeten die niet zo fijn is geweest. Er is heel veel
bedrog geweest, leugens, manipulatie, achterhouden, sneaky gedrag. En ja, dit is hele lage, lage energie. Maar je gaat eruit komen, want je hebt nog een keer de zonkaart. En de zon is de meest positieve kaart in de tarotdeck. En je krijgt hem gewoon twee keer. Dus er gaan zonnige tijden voor je aanbreken. Je gids begeleidt je naar deze zonnige tijd toe. En dan zie ik dus overvloed tot stand komen met de 3-3 van bekers. Dus in verbinding weer komen met jezelf. Hè, hier was je misschien helemaal uit verbinding met jezelf. Hier kom je weer in verbinding met jezelf. Of je verlaat hier een bepaalde relatie. Hè, wat ik al zei met dat huis. En je komt in verbinding misschien met iemand anders. Het kan alle kanten op. Dus nog een keer de zon hier. Daarbij krijg ik de 4 van zwaarde. Ik heb het gevoel, met deze zonkaart, dat je wat energie op mag doen. Want dit heeft heel veel energie gekost. Het kan zijn dat je vermoeid bent, mentaal overbelast bent, want het is zwaarde. Maar hoe dan ook, je bent wat energieloos. En de zon geeft jou weer energie. Letterlijk ook. Maar ik heb ook het gevoel, hè, die rust moet weer terugkomen. De sereniteit, de innerlijke vrede. En dat kan alleen maar een positiviteit ook verzorgen. Hè? Dus richting positiviteit gaan. Positieve gedachten, positieve situaties, positieve mensen om je heen verzamelen. Zodat het veel sneller gaat in jouw energieveld ook. Want dit is heel laag wat ik hier zie. Koning van Staven. Ja, dit is weer in energie komen. Ik voel me weer goed. Ik kom weer in kracht. Ik weet wat ik wil. Ik ben doelgericht. Koningin van Zwaarden. Ja, vastberaden. Voel ik daarbij vastberaden. Door die poort heen. Door. Doorgaan naar het nieuwe stuk in mijn leven. Ik weet dat ik hier uit moet. Ik weet dat ik hier niet moet blijven. Ik moet door. Ik moet ergens anders heen. De hierofant. Ja, lessen die geleerd moesten worden. Het kan zijn dat je dus te maken hebt gehad dus met mensen met maskers. Met die 7 van zwaarden. Mensen die niet oprecht waren met jou. Mensen die je bedrogen hebben, voorgelogen hebben, dingen hebben achtergehouden. Manipulatie, die jou echt in gebrek hebben gehouden. En ja, daar kom je uit. En dat zijn hele waardevolle lessen. Moeilijk, pijnlijk, maar het gaat heel waardevol zijn. Misschien begrijp je het nu nog niet, maar later down the road wel. Dus ja, het huis met de hierofant. Dus ik heb ook wel het gevoel van een soort van innerlijke wijsheid, hè, binnen in jouw eigen huis. Meer stabiliteit ook. Want daar staat de hierofant ook voor, hè, met die 4 pilaren. Het huis wat op 4 pilaren wordt gebouwd. Hè, dus je bent ook veel stabieler, veel meer in energie, zie ik hier. En dan message of concern hier. Je krijgt een bericht wat je zorgen baart. Waar gaat het over? 8 van munten. Het kan zijn je werk. Het kan zijn iets waar je aan werkt. Iets brengt jou zorgen. Mag ik er nog een kaart op zien? Nog een 8 kaart. 8-8. In een 8 jaar. Je werk achterlaten. Misschien is er wel heel veel bedrog geweest op je werksituatie. Of iets. Je bent in ieder geval weggelopen, maar het baart je ook wel zorgen. Zo van, oké, maar wat nu? Ik laat dit nu dus achter. Of de situatie. Het hoeft niet per se iets van werk te zijn, maar je hebt wel ergens naartoe gewerkt. Hè? Het gebeurt allemaal met een reden. Maar het baart je wel zorgen. Zo van, ja, maar wat nu? Wat nu? Oké, we gaan dat zo verder verklaren. We gaan even kijken naar die situatie daar. Oh, en dan zie ik hier de duivel oppoppen. Open. Dus ja, daar heeft wel het een en ander gespeeld. Ja, de emperor, dat is dominante energie. Dominante duivelse energie.
hele mannelijke energie. Bedrog. Manipulatie. Achterhouden. Leugens. Gebrek. Nog een keer de drie van bekers. Met verbindingen. Wat ik al zei. Mensen met maskers. Mensen die toch niet oprecht waren met jou. Daar moest je achterkomen. Dat moest je leren. Dat zijn ervaringen geweest. En je begrijpt misschien niet. Waarom heb ik dit moeten meemaken? Maar die lessen. Die heb je wel geleerd. Alleen het begrip komt altijd later. Komt altijd later. Dus het kan zijn dat je met bepaalde verbindingen in zee bent gegaan. Misschien met werk bijvoorbeeld. Liefdesverbindingen, vriendschappen. Maakt niet uit welke soort verbinding het geweest is. Het is hele dominante energie geweest. En jij bent er dus achter gekomen. Dit werkt niet. Dit is duivels. Dit is niet oprecht. Dit houdt me in gebrek. Het komt niet vooruit. Het is leugenachtig, manipulerend. En je hebt zelf die transitie daarin gezet. En je bent begeleid naar de zon. En de zon zegt, ik heb overvloed voor jou. Volg mij. Ik zorg voor andere soorten verbindingen. Fijne werkverbindingen. Fijne partners, vrienden. Volg mij. Hè? Kom weer in je energie. Zorg goed voor jezelf. En je gaat dus met een soort grens. Hè? Want de koningin van zwaarden is ook wel een grenstrekker. Ga je door een bepaalde poort heen. Zo van, dit gaat mij nooit meer gebeuren. Maar niet meer uit angst. Maar vanuit zelfbescherming. Dat niet iedereen oprecht is met je. Dat niet iedereen het goed voor heeft met jou. Of het nou op werkvlak is, of in je partnerschap, of vriendengroepen. Niet iedereen heeft het oprecht met je voor. En ik heb het gevoel dat je dat dus allemaal duidelijk bent gaan zien. En bent gaan leren te zien met de hierofant. Het zijn je spirituele lessen geweest. En dat je nu zoiets hebt van, ik begrijp het nu. In de zin van, dat niet iedereen het beste met me voor heeft. En dat er mensen om me heen zijn die me altijd in gebrek willen houden, klein willen houden. En niet mij in die zonenergie willen zien. In die positieve energie. Mensen die gaan aan je hangen, claimen, willen niet zien dat jij verandert. Willen niet zien dat jij groeit en ontwikkelt. Altijd maar in hetzelfde oude vertrouwde wil blijven hangen. En daar ben je door beïnvloed geraakt. Dus ja, met die drie van bekers hier voel ik zeer zeker dat het echt de verbinding met jezelf is. Je komt weer in verbinding met jezelf. Ik zie heel veel zonenergie, heel veel energie die toeneemt. Zeker met de koning van staven hier. Dat is gewoon een energiekoning. Die zegt, ik heb een doel en ik ga ervoor. En ik weet nu wat ik wil. En dit is wat ik niet meer wil. En daardoor weet ik dus wat ik nu wel wil. Ik wil die vrede, ik wil die rust. In vriendengroepen of op werk of in je partnerschap. Ik weet nu wat ik wil. En daar ga je dus ook voor. Met dat zwaard van die koningin van zwaarden, heel direct. Echt die wilskracht tonen. Van dit is het. Dit is wat ik wil. Mag ik het huis hier wat meer verklaard hebben? Kan ook zijn een bepaalde omgeving die heel erg toxisch heeft gewerkt voor jou. Waar je gewoond hebt bijvoorbeeld. En dat je hebt moeten vechten, zeg maar, om daaruit te komen. Hè? Bijvoorbeeld familie die daar om jou heen woont. Die zegt, blijf hier. Hè? Je gaat toch niet aan de andere kant van Nederland wonen bijvoorbeeld. Hè, dat kan ook zoiets zijn van klein houden, hier blijven. En ik wil niet dat jij je horizon gaat verbreden bijvoorbeeld. Ja, dat is allemaal aan het licht gekomen. Of dat gaat nu aan het licht komen. Negen van bekers. Dus het huis is wel een soort wensvervulling van jou. Wat het ook mogen betekenen. Een eigen woning of samenwonen met iemand. Of verhuizen van een locatie. Wat het ook is. Het is jouw wensvervulling. Er moet meer stabiliteit komen. Want waar je nu in zit of waar je in gezeten hebt. Dat werkt niet meer. Dat werkt niet meer. En dus zie ik jou daar aan werken. Je loopt dus weg van die situatie daar. Je werkt er hard voor. Maar ik wil toch iets meer zien op die message of concern. Mag ik daar iets meer helderheid op krijgen? Wat is dat bericht die zorgen baart?
Ja, misschien kom je niet aan een huis. Of misschien lukt het niet zo snel om een huis te krijgen. Of uit een bepaalde omgeving te komen. En dat baart je misschien zorgen. Hè, misschien ben je informatie gaan halen van... Ja, ik heb urgentie nodig voor een huis. Want ik ben misschien dakloos bijvoorbeeld. En dat je dus een bericht hebt gekregen. Ja, maar er zijn wachtlijsten. En ja, zoiets zou het kunnen zijn. Ja, conflicten. Iets meer. Ik heb het gevoel dat je tegen muren aanloopt. Maar ik heb ook wel het gevoel dat het een soort interventie is. Van dat je toch nog ergens naartoe geleid wordt. Nog een keer de koningin van zwaarden. Er is een soort tegenwerking. Ja, duidelijk. Iets werkt jou tegen. Waarom? Waarom? De lovers. Geliefde. Een verbinding. Message of concern. Verbinding. 10 van staven. De ridder van bekers. Een aanbieding van liefde, maar er is ook iets zwaars hier. Er is hier iets van een conflict. Een beetje gesloten houding. Kan zijn, hè, wat ik al zei, van daar speelt daar natuurlijk iets. En je wilt weglopen, je werkt eraan om weg te lopen. Maar het kan ook zijn dat iemand tegenwerkt daarin. Dat iemand niet wil zien dat jij weggaat. Wat ik al zei, die familie of vrienden of een partner waar je mee samen gewoond hebt. En jij wil daaruit. En die persoon die wil maar niet dat jij weggaat. Die zorgt voor conflicten, die staat daar met het zwaard bij de deur. Zo van, je gaat niet weg. Jij hoort hier te zijn en ja, daar speelt wel het een en ander. Maar ik kan niet zo goed... Ja, tuurlijk baart het je zorgen, maar het is een bericht die je ontvangt. Misschien moet ik dat loslaten, het bericht. Misschien maak je gewoon zorgen van, ja, weet je, ik wil gewoon weg hier. En er zijn dus mensen die mij dus ja, hierin willen tegenhouden. Die dus die conflicten starten van blijf gewoon hier. Hier woont je familie of hier heb je je vrienden. Misschien is het een innerlijk conflict. Dat kan ook. Misschien ben je jezelf aan het tegenwerken daarin. Maak jezelf zorgen om niks en weeg dat misschien zwaar. Het kan beide kanten op gaan. Het kan zijn buiten jezelf, kan er zijn in jezelf. Maar hoe dan ook, dat conflict, daar moet je doorheen breken... En je eigen pad vervolgen. Jij weet waar je behoort te zijn. Jij weet wat je graag wilt. Jij weet heel goed nu wat je niet meer wilt. Dus ga voor jouw wensvervullingen. Want dat ligt hier. Het is beschikbaar nu. Het is open voor jou nu. Alleen, daar speelt hier wel wat. En dat kan zijn in jezelf. Kan zijn beide misschien wel. Hè, de beïnvloeding van familie of vrienden of een partner die zegt... Je moet hier blijven, je gaat niet weg. En dat veroorzaakt ook weer innerlijke conflicten, want je raakt erdoor beïnvloed. Ja, dat is zorgelijk. Dat is heel zorgelijk. Maar ja, als jij weet wat je wil, dan moet je daar ook voor gaan. En niet meer luisteren naar anderen, jezelf niet tegenhouden door anderen. En gewoon doorlopen op jouw pad. Want er gaan echt heel veel ja, mooie tijden komen voor jou. Als je dus die weg gaat bewandelen van dit is mijn weg. Mijn leven, ik bepaal en niemand anders. Niemand hoeft mij te beïnvloeden. Ik bepaal mijn eigen weg hier op aarde. En als je die weg gaat bewandelen, ja, dan kom je thuis bij jezelf. En misschien wel bij iemand anders. Of je eigen huis of whatever het is. Waterman, dit is jullie reading. Ik dank je wel voor het kijken. Dank je wel voor het abonneren of lid worden. Heb je dat nog niet gedaan, kan dat hieronder... En wie weet zie ik je dan snel weer terug bij een volgende video. Doei doei!